En het was gisteren precies 74 jaar geleden dat Surinaamse vrijwilligers terugkeerden na te hebben gestreden voor de bevrijding van voormalig Nederlands Oost-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit is herdacht door kransen te leggen bij het monument van de gevallenen aan de waterkant. 200 Surinamers zijn tijdens deze oorlog gesneuveld in Korea. Destijds zijn 450 strijders vertrokken naar Australië en Korea. Van hen zijn nog maar 10 in leven en enkelen wonen in het buitenland, zegt Fred van Russel, voorzitter van de Federatie van Oudstrijders en Ex-Militairen. Van Russel geeft aan dat het monument een deel is van ons oorlogsverleden. Het is belangrijk om te gedenken, opdat degenen die hun leven hebben gegeven niet vergeten worden. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, nu 79 jaar geleden, was Suriname als kolonie van Nederland. Ook betrokken bij deze oorlog. Als land en volk hebben wij een wezenlijke bijdrage geleverd. Surinaamse jonge mannen hebben zich opgegeven om mee te strijden voor herstel van de wereldvrede en werden overal ter wereld ingezet, ook aan de verschillende oorlogsfronten. Honderden zijn gesneuveld. Hun lichamen liggen duizenden kilometer van huis begraven. Maar ook onze bauxiet was onontbeerlijk voor de geallieerden om de oorlog te winnen. Dames en heren, volgend jaar 2020 zal het 80 jaar geleden zijn dat in Suriname de toenmalige kolonie van Nederland, van het Koninkrijk der Nederlanden, de noodtoestand werd. Eveneens de toenmalige gouverneur werd afgekondigd. 5 mei is het bevrijdingsdag in Nederland, zegt Jaap Frederiks, tijdelijke zaakgelastigde van de Nederlandse ambassade in Suriname. Hij zegt dat Nederland op die dag herdenkt dat zij al bijkans 75 jaar in vrijheid leven. Het krijgen van vrijheid voor jezelf en voor anderen gaat niet vanzelf, zegt Frederiks. Daar moet je vaak wat voor doen. En soms vergt het dat je anderen aanspreekt, als die de vrijheid in gevaar brengen, ook soms op ons dagelijkse niveau. Het aanspreken van kinderen die anderen op school pesten, de man die zijn vrouw of kinderen mishandelt. In andere gevallen word je soms verrast door mensen die zich onverwacht belangeloos inzetten voor jouw vrijheid. Mensen die dat dan zelfs met hun leven moeten bekomen, als militair, als verzetstrijder en ook als journalisten die bijdragen tot vrijheid. Al diegenen die zich zozeer voor onze vrijheid hebben ingezet, hier in Suriname, in Nederland, in Korea, waar dan ook ter wereld, die zijn we eeuwige dankbaarheid verschuldigd. Jaap Frederiks, tijdelijk zaakgelastigde van de Nederlandse ambassade in Suriname. Hij sprak gisteren bij de herdenking van de terugkomst van de Surinaamse vrijwilligers na de Tweede Wereldoorlog. De herdenking vond plaats bij het monument van de gevallenen aan de waterkant.